Een demonstratie van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid laat nieuwe technologie en methodes zien voor onderwaterreddingen. Met behulp van onderwaterdrones worden reddingen in het water en langs de kant door de brandweer gemakkelijker gemaakt. In de stromende regen bij de Lentse Plas demonstreerde de brandweer twee nieuwe onderwaterdrones die sinds kort kunnen worden ingezet. Vanuit een tentje met daarin verschillende apparatuur om de drone te bedienen, wordt er aan een meterslange kabel het water ingelaten. Als mensen onder water verdwijnen tijdens het zwemmen of overboord vallen en ze komen niet meer boven, dan hebben we met een onderwaterdrone de mogelijkheid om de mensen te lokaliseren en ze ook vast te grijpen en naar boven te halen. Niet elke brandweerman kan de onderwaterdrone bedienen. Er zijn speciaal opgeleide mensen voor het bedienen van de drones en verschillende sonar-experts. Daar zijn gespecialiseerde mensen voor. We hebben, zal ik maar zeggen, een groep van rond de 30 mensen in onze regio opgeleid. En die zijn zowel dronebedienaar als sonar-uitlezer, om het zo maar te zeggen. Dus we praten in dit geval over een operator en een assistent-operator. En de operator die vaart hem. En de assistent-operator die helpt met het uitlezen van de sonarbeelden om te dirigeren waar die drone naartoe moet. Als de brandweer een melding krijgt van een vermist persoon, wordt er een busje met de aanwezige onderwaterdrone naar de locatie gestuurd. Vanaf daar gaat de brandweer verder zoeken. Dan willen we graag ter plaatse weten van waar is die persoon voor het laatst gezien. Dan doen wij een zogenaamde kruispeiling en dan zeggen we nou daar is hij voor het laatst gezien, dan gaan we hem ook daar inzetten. Naast de drone die vandaag te zien was, heeft de brandweer er nog eentje. Een zwaarder, groter en sterker exemplaar. Maar als je tussen de kripvakken op de Waal bijvoorbeeld moet gaan werken, ja, dan heb je echt een krachtigere drone nodig. En die drone die we daarvoor hebben, die vaart bijna 8 km per uur. Dat is ook een wat steviger ding. Hij is wat zwaarder ook, maar hij heeft ook meer power.